allemaal, lieve mensen. Hartelijk welkom. We zijn in deze ene naam. En dat is de naam van de Heer Jezus. Halleluja. Hij krijgt alle eer vanochtend. En we gaan twee prachtige liederen zingen. Ik vermag alle dingen. En Heer, geef mij ook uw waterbronnen. En als u erbij kan gaan staan, dan zou ik het zeker doen. Wat er gebeurd is. En het is zo bijzonder. Die ene jongen,
Hij kwam dan uit dacht en zegt, volgens mij ben ik er wel 100 kwijtgeraakt. Die zat echt helemaal in de verkeerde dingen, helemaal uit de verkeerde hoek. En ja, die is nou zo blij. Zo vol van neer was hij eigenlijk al, maar nu is het gewoon vol in de vrijheid. Het is gewoon zo bijzonder om te mogen mee beleven en daarin ook mee te mogen doen. En ja, en dat werkt op bepaald bij een aantal bijbelteksten. Weet je, de duivel is openbaar te kijken gezet, Colossenzen 2 vers 15. Hij, dat is Jezus, heeft de overheden en de machten ontwapend, je openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En wij krijgen die kracht van hem, we hebben het net nog gezongen, dat was echt prachtig. En dan heeft Jezus ook nog over de gelovigen gezegd, en hij, Jezus, zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. En dan vers 17. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Ik heb dit ooit ook in de bidstond behandeld. Ja, God gaf me toen de woorden ook van, willen wij nog zo'n gemeente zijn? Daar schrok ik zelf van. Dat waren niet mijn woorden. En ik heb ja gezegd. En ik ben heel blij dat hij me daar nou voor gebruikt om daarin te mogen mee bewegen. Dat doen we niet alleen. God doet het door ons heen en hebben we het machtige wapen van de tongentaal gekregen. Dus echt een machtig wapen. De duivel is er echt werkelijk ook heel bang voor. En ja, dat is wat een kracht er dan vrijkomt en wat de vrijheid dan in de mensen komt. Dat is geweldig om te mogen meemerken. En hij krijgt alle eer en glorie, want hij deed het. Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Onze familie Bakker is er ook. Lekker gekleurd. Maar ik moet nog heel wat doen. Ben je mijn kleur bereik? Je bent op de goede weg. Even kijken, ik zag vanmorgen. Daar zit ze. Corrie, welkom. En voel je vrij in het huis van de Heer. Ja? Lieve mensen. We hebben het getuigenis zojuist gehoord van onze zuster Sief. En als we een beetje nuchterheid betrachten ook, want dat is wat de Bijbel ons ook voorschrijft, dan moet ik plotseling denken aan de vraag, bent u nou hier gekomen om te halen of om te brengen? Ja. Beide. Beide. Oké. Nou weet ik één ding. Ja. U zult sowieso halen. Maar eerst wordt van ons gevraagd om te brengen als we bij elkaar komen in de tegenwoordigheid van de Heer. En zullen we met elkaar voor die grote God gaan staan, gewoon deze ontmoeting opdragen aan Hem en tot eer en verheerlijking van zijn Zoon Jezus. Hemelse Vader, dank u wel dat u de levende en almachtige God bent. Er is geen God zo hoog verheven en zo groot van kracht als u alleen. En Heiland, we hebben het nieuws vernomen. Heere, hoe uw volk Israël op dit moment wordt aangevallen. Maar dank u wel dat u regeert. Heer, u regeert over al wat leeft en in het bijzonder over uw volk Israël. En dank u wel dat we mogen weten, Heere, dat ze in de bescherming van uw hand mogen zijn. Dank u, Abba Vader, Heer, dat u ze ook bewegen wil met de omgeving die zo vijandig gezind zijn, Heer, om een intrinsieke ontmoeting met uw Zoon te hebben, de Messias, Heer. Heer, ik wil denken aan al die broeders en zusters die op dit moment ook overal op de wereld uw evangelie brengen en vervolgd worden om hun geloof. Heer, bescherm ze, bewaar ze, Heere, en geef hen uw kracht en uw overwinning. Maar bovenal, Heere, dat ze als een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn voor hun omgeving. Heiland, dank u wel dat we ons ook verbonden mogen weten met alle kerken en gemeenten
insteken naar de streken, heren. Jullie bidden, heren, overal waar uw woord wordt gebracht op dit moment. Heren, dat u de voorgangers, de leiders, heren, zat met uw heilige olie. En dank u wel, Abba Vader, dat we mogen weten, heren, dat in verbondenheid met u, dat ze het rechte woord van u mogen brengen. O Heer, wat bent u goed, heren. En dank u wel dat we ook mogen stilstaan bij ons eigen leven, heren, van afgelopen week. Dat u ons, heren, gedragen hebt. Dat u ons bewaard hebt. Heer, dat u ons beveiligd hebt. En o Heer, daar waar de nood is, heren. Heren, daar bent u nabij. Heer, of het nou in het praktische is of sociaal-emotioneel. U bent er, heren. En ik wil u bidden dat met heel ons wezen wij, heren, op u gericht zullen zijn. Ook vanmorgen. Vader, dan bid ik u, heren, dat uw tegenwoordigheid gepaard mag gaan, heren, met de krachtige werking van uw Heilige Geest, om uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te verheerlijken. Dat bidden we in de naam van Jezus, uw Zoon. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Piet, een bijzonder welkom ook. En we zien uit naar de boodschap van jou. Vader, mag ik nog even voor Israël binnen, want het zijn echt nieuwe aanvallen. Ze zijn gisteravond waar begonnen. En aan alle kanten krijgen ze de brood en de raket om de oren. Die aanvallen zijn al afgeslagen. Ja, 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 ook al. We hebben net al voor ze gebeten. De aard is van God en al wat daarin is. De aard is van God, het werk van zijn hand. De aard is van God en al wat daarin is. En alles schiep hij tot zijn glorie. Van hem zijn de bergen, de zeeën en landen, de steden en dorpen, elk huis, elk straat. Laat wie rebelleert zich buigen hem eren, want alles schiep hij tot zijn glorie. Amen. En daar wil ik gelijk even op inspelen. We hebben 22 en 23 april een kruiwagenmars. En dat houdt in wat ik net had verteld, dat de schepper, de God die alles heeft geschapen, tot zijn eer komt. Want hij heeft alles prachtig gemaakt, of niet? En het is een soort dankdag. We mogen de Heer loven en prijzen voor de hele schepping. En wie heeft nog niks gehoord over de kruiwagenmars? Wie zegt, wat is dat? Of zegt, nee, dat weten we, hebben alles al een beetje gelezen en dat heeft een paar keer op de app gestaan. Wie, oh wie weet het nog helemaal niet, waar heb je het over? Aleida, jij leest dus niet. Nee, het is een interkerkelijk. Een heleboel kerken doen eraan mee. En het is de bedoeling dat jullie, en ik heb hier een boodschappenlijstje liggen, dat we volgende week allemaal wat boodschapjes meebrengen. Dat zou fantastisch zijn. En wat gaan we met die boodschapjes doen? Nou, die gaan we naar een goed doel brengen. Philadelphia Zorg, dat is een instelling met verstandelijke gehandicapten. En dat brengen we dan maandag brengen we daarheen. En ja, lees alsjeblieft de app, er is zoveel informatie over. Ik kan het niet allemaal nu gaan vertellen. Maar ik hoop dat je zegt, dat doen we, wat fijn. Voor de eer van onze koning. Halleluja. Yes? En als je nog vragen hebt, kom dan mee. Het is een boekwerk volgens. Ik kan het allemaal niet zo uitleggen, maar neem alsjeblieft wat boodschapjes mee. En als je kan, wat voor boodschapjes, dat vertel ik dan na de dienst. Want het is, anders duurt het te lang. Ja, lieve mensen? Yes? Top. Nou, dan gaan we dat prachtige lied zingen. De aard is van God. Thank you.
majesteit.
kunnen zeggen dat we van u houden. Want u heeft alles gebracht. Halleluja. Ja, Hemelse Vader, almachtige God. Ja, dank u wel dat we u mogen loven en prijzen. Maar dank u wel dat we ook stil mogen zijn. Ja, we mogen stil zijn. En luisteren naar de Heilige Geest. Want u heeft een doel met ons, met deze gemeente, maar ook persoonlijk. Heer, één doel is duidelijk. En dat zijn de vruchten van de geest. Heer, dat de vrucht van de geest zich meer en meer mag openbaren in ons leven en in deze gemeente. Want dat is uw karakter, Vader. Uw liefde en blijdschap. Uw grootheid, uw
uw goedheid, vaar uw liefde. Heer, laat die vrucht in ons groeien. En dat is het allerhoogste goed. Dat uw liefde meer en meer in ons mag worden. Maar dat betekent ook dat jij jezelf moet sterven. Want als er iets binnenkomt, moet er ook iets uitgaan. Dat is het principe. Maar u zegt, sterf aan jezelf. En dan kom ik met wat jij nodig hebt. Vader, wat bent u goed. En zo betrokken in ons leven. Elk haar op ons hoofd is geteld. Nee, dat is niet te bevatten. Dat kunnen we ook niet bevatten. Dat hoeft ook niet. Het woord zegt het. En dat is genoeg. Vader, wij prijzen uw grote naam. Koning der koningen. U bent de leeuw van Juda. U bent de blinkende morgenster. U bent de goede herder. Prijs uw naam, prijs uw naam. Tot een eeuwigheid. Vader in de hemel, dank u wel dat leden mag ik zeggen dat u wil kennen. Dank u wel dat ik vrouw ben en zeker thuis. Dat uw kinderen mogen zijn door genade. Slaap u wel voor uw liefde, hartelijk dank. U bent hartelijk dank aan mij, ons hartelijk dank is benieuwd. U geeft ons elke dag weer kracht om door te gaan. Dank u wel voor uw liefde elke dag. Dank u wel dat u altijd bij ons bent. Het is zo geweldig, dat kun je niet bevatten. Maar dank u wel voor alle zegeningen die u elke dag mogen ontvangen. Dank u wel dat u allemaal eer en aanbidding doet. Want u bent het hart van geloof en geprezen te worden. Van alle eeuwigheid. Amen. Amen. Dank u wel, Heer, voor deze dag. Dat u in alle tijden op ons neerziet, Heer, en ons geleid door uw woord, door uw Heilige Geest, door uw kracht, Heer. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u in alle dingen de zegen geeft, die een mens niet kan geven zonder u. En ik dank u ervoor, Heer, dat u ons aangesteld heeft om deze zegen door te geven aan de mensen. Niet uit onszelf, maar door uw woord. Halleluja. Vader in de hemel, dank u wel. Dat u ook vanmorgen weer met ons wilt samenkomen. Hoe onvoorstelbaar groot is dat. U een heilige en een rechtvaardige God. Wij die van nature zondaren zijn. Onderrijden. U bent neergedaald in uw Zoon Jezus Christus. Al onze onreinheid, al onze ongerechtigheid dragen. En ons kinderen van u te maken, Vader. En zo met ons samen te komen in de machtige naam van Jezus. We danken u, Vader, het levende woord. Daarom wil ik ook bidden voor de prediking straks, die onze broeder Piet zal verzorgen. Dat doet hij niet alleen. Hij doet dat door de kracht van uw geest. Geef hem dat ervaren. Geef ook ons dat ervaren. Opdat we mogen groeien in u, o Heer. En in ons doen en laten. Heilig worden, zoals u heilig bent. Ja. Vader, dat is ons diepste verlangen. In de naam van Jezus willen we onze broeder zegenen, opdat uw woord tot onze harten via hem zal stromen. In Jezus' naam, amen. 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 Ja, Heer, ik dank u dat ik van de week in bijna ben geweest, in alle moeilijke tijden. En dat ik in het ziekenhuis was, maar dat alles niet goed is afgelopen. Heer, maar ik dank u wel. Wilt u bij mijn zoon zijn? Jezus, zijn vrouwtje heeft alweer zijn opgegeven in de ziek. Niet in het psychiatrisch in de wereld, maar dat hij hem steun geeft. In alle dingen wat er mag leven. Het is een moeilijk gezin, maar dit hadden wij niet verwacht. Heer, maar ik dank u ervoor. Amen. Amen. Uit genade uw kinderen mochten zijn. Heer, het is 100% genade. Ja. Heer, u geeft ons zoveel in uw liefde. Heer, dan is ook 100% onze eigen verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Heer, we loven dank u met prijzen. U die hier ons bent. Heer, wij kunnen.
onszelf weer. Dus alles wat je hier jullie loven aan kunnen prijzen, die vroeger maakt. Heer, dat wij uw kinderen mochten worden, heer, dat u aan het kruis ging toen wij nog zondaren waren. U heeft ons door uw liefde naar u toe getrokken. Heer, niets wat wij doen of niet doen of gedaan hebben, dan voor u gedaan hadden. Heer, dank u wel dat we daar vandaag mogen leven. Heer, om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn in deze week. Heer, help ons daarbij. In een machtige naam van Jezus. Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mijn leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed dat nam mijn plaats, ik het offer dat u bracht en u Jezus, God lang voor mij gezorgd. Amen, amen. God is goed, lieve mensen. En zeer te prijzen. Halleluja. We gaan over naar de overdenking. Broeders en zusters, vinden we een groot voorrecht om vanmorgen weer in de midden te mogen zijn. En onze broeder Farouk die wees er al een beetje op ons kleine kleurtje wat we gekregen hebben. Ik ben natuurlijk nog niet waar Farouk is, maar ik ben in ieder geval op weg. Of het ooit zal bereiken, dat weet ik niet. Dan moet er nog wel het een en ander gebeuren, denk ik. Of ik moet wat meer pure chocola eten. Schoensmeer. Daar heb ik het ook over gehad met Bea. Want ik was vroeger wat zwart. En nu word ik een ander kleurtje. Ik zeg tegen Bea, ik wil maar een keertje schoensmeer in mijn haar. Want ik verlang weer naar mijn jeugd. Ze zegt, Piet, houd toch op met die domme dingen. Toen was ik uitgepraat. Ik moet getaand worden, ja. We zijn zojuist terug van een aantal weken in Curaçao. We zijn op bezoek geweest bij de kinderen van Bea. Mooie tijd gehad. We zijn eerst geweest dat zij er nog waren. En toen zijn ze teruggegaan naar ons huis. En dan zijn ze een paar weken geweest. Dus we hadden de oppas op twee dieren. Nou, we hebben een heerlijke tijd gehad. Het is ook goed om de kinderen regelmatig te ontmoeten. Als voor Bea heeft er natuurlijk maar drie. Ik heb er nog vijf. Dus als er dan twee in Zwolle wonen en dan één heel 9000 kilometer weg, hè, is wat. Dat is ongelooflijk. Maar goed, we waren daar en toen kregen wij het bericht. Het overviel ons eigenlijk wel een beetje. Van een steunpilaar is uit ons midden weggevallen. Onze broeder Sjerp. En ja, ik heb natuurlijk best wel een hoop een tijdje in het bestuur gezeten door onze broeder Sjerp, dat deel van uitmaakte, samen met broeder Dirk en Charles. Dus ik heb ook nog een poosje met hem gewerkt. En als je dan opeens dat bericht krijgt, Els, hoeveel jaar zijn jullie samen getrouwd geweest? Zo laat, 45 jaar. 45 jaar. Ik kan me een paar dingen herinneren van Sjerp. Hij was natuurlijk
op en top evangelist. Hij sprak altijd over de Heer Jezus. En als ik bij hem op bezoek was, dan zei hij ook vaak: Piet, ik mis zo vaak in de boodschap de eindtijd. Of het boek Openbaringen. Maranatha, Jezus komt. Nou, dat is me altijd een beetje bijgebleven. Ja, van onze broeder Sjerp. Maar de Bijbel zegt: zijn werken zullen ons navolgen. En de herinnering, zuster Els, blijft. Ja. Ja. Mogen de Heer je zegenen en sterken, ook in je weduwschap. Omzien naar wezen en weduwen in hun druk. Ja, dat zegt de Bijbel. Dat is de ware godsdienst. Vergis me wel eens, of ze vergeten me wel eens, maar dat is de ware godsdienst. Omzien naar wezen en weduwen. Goed. Ik werd ook wel een beetje getroffen door een kleine zin in het gebed van onze broeder Aitse. Dat we heilig moeten zijn in ons doen en laten. Nou, ik vat dat een beetje samen als in onze hele levenswandel. Want lieve mensen, ik volg zo nog wel eens het een en ander. Via mijn blad van Elsevier lees ik altijd heel graag. Ik kijk af en toe eens naar wat documentaires of wat praatprogramma's, en dan hoor ik wel eens grote zuchten aan tafels geven van: wat gebeurt er toch allemaal vandaag in ons land en op de wereld? Nou, ik heb tijdens bezoeken Curaçao nog een paar documentaires van de EO bekeken over God, Trump in Amerika. Nou, daar is het al niet anders. Zelfs onder christenen. Wat gebeurt er toch allemaal? Waar is een stukje respect en liefde voor elkaar? We hebben allemaal van die korte lontjes, er hoeft maar iets te gebeuren of we gaan de straat op. En we zitten elkaar in de haren. Nou is dat trouwens natuurlijk niet vreemd, want de Bijbel spreekt er zelfs al over. Paulus zegt in een van zijn brieven: waak ervoor dat je niet door elkaar verslonden wordt. Dat je elkaar opeet, dat je met elkaar omgaat als honden en katten, zeggen we wel eens. Als dieren. Een mens kan zich soms vaak verlagen. Nou, ik heb van een topgeneraal gehoord, als het gaat om oorlog. Oorlog haalt het meest vuile van een mens naar boven. Nou, dat hoor je. Wat er op de oorlogsvelden gebeurt. En dan maakt niet uit waar het plaatsveld nou in Gaza is, of in Oekraïne, of in Korea, of waar dan ook. Maar lieve mensen, wat is er toch vandaag aan de hand? En waar gaan we naartoe? Waar gaat dit allemaal naartoe? Maar de Bijbel zegt, als de wetsverachting, als daar op een gegeven moment geen rekening mee wordt gehouden, dan zal de liefde van de meesten verkillen. Als er geen oog meer is voor wet, voor regels, voor orde, en vooral voor de Bijbelse principes, ja, dan is het heel logisch dat het steeds verder bergafwaarts gaat met de samenleving. En daar wil ik eigenlijk het vanmorgen wel over hebben. Want er is namelijk één boek in de Bijbel dat God vele jaren geleden al gegeven heeft en daar richtlijnen over gegeven over hoe een samenleving, niet alleen in Israël, maar Israël was ook een voorbeeld voor de wereld, hoe een samenleving er behoort uit te zien. En daar hoop ik niet alleen vanmorgen, maar de komende tijd eens wat met u over na te denken. Als de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste verkeren. Als er geen oog meer is voor de wetten van God, of een beetje deugdelijkheid, een beetje waardigheid als mens voor elkaar, ja, dan moet je niet vreemd opkijken als het steeds verder naar beneden gaat. Goed, ik wil eerst even een paar dingen met u lezen uit Johannes 20. Twee dingen. Ook omdat wij met het oog op een week naar Pasen. Johannes hoofdstuk 20, en daar wil ik twee dingen aanhalen. We kennen allemaal het verhaal van die ongelovige Thomas. Nou, twee dingen uit Johannes 20, vers 24. Thomas had ook nog een andere naam. Thomas, genaamd Didymus. En het tweede, dat lezen we in vers 26,
Na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis van Thomas. Daar wil ik straks mijn prediking mee afsluiten. Didymus en na 8 dagen. 2 dingen. Nou, dat is eigenlijk niet. Je kunt het zeker wel een beetje onthouden. Dan gaan we nu naar een heel merkwaardig Bijbelboek. Tenminste, ik hoop dat u het een beetje kunt vinden. Micha. Er wordt niet zo heel vaak, denk ik, over gesproken. Het ligt net na Jona. Micha. Ik heb meerdere malen gezegd, als je wil weten hoe het gaat met de samenleving, nou, dan lees je maar de profeten of je leest wat brieven van Paulus. En vooral ook de kleine profeten, dan kun je gewoon kopiëren naar de dag van vandaag. Micha, hoofdstuk 7. En dan lees ik een paar versen. Micha, hoofdstuk 7, als je kunt vinden. En anders dan zou ik zeggen, luistert u maar. Wee mij. Het gaat door Micha heen. Micha leefde in de tijd van Jesaja. Het is mij gegaan als bij de inzameling van de oogst, bij het nalezen van de wijnoogst. Geen druif om te eten. Geen vijg waarnaar mijn hart begeert. De kerken lopen leeg. De vrome is verdwenen uit het land. En een oprechte is er onder de mensen niet. En de mensen lijken wel als kannibalen. Alle loeren zij op het bloed. Ieder tracht zijn broeder in het net te vangen. Tot kwaad doen staan de handen goed. Niet tot goed doen, maar tot kwaad doen. De vorst eist en de rechter laat zich betalen, omkoping. En de grote die spreekt naar zijn eigen believen. En zo zetten zij de zaak in elkaar. Dus ook onder de hoogstaande is het al even niet best. De beste van hen is als een doornstruik. En de meest oprechte erger dan een stekelheg. Kort lontje zou je kunnen zeggen. De dag uw wachters, uw bezoeking komt. En dan zal er voor hen ontzetting wezen. Vertrouw de metgezel niet, verlaat u niet op uw vriend, behoed de deuren van uw mond voor haar die aan uw boezem ligt. Want de zoon minacht de vader, dochter staat op tegen haar moeder, schoondochter tegen haar schoonmoeder en des mensen huisgenoten zijn zijn vijanden. Nou, wat een toestand toen al in de samenleving. Hoog en laag, arm en rijk, maakt er niet uit. Het was een wanordelijke toestand. Zowel in de kerk in die dagen als in de samenleving. Maar dan zegt Micha, vers 7, en dat vind ik nog altijd weer zo treffend. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Wat er ook gebeurt in de wereld of in de samenleving, Micha zegt, het is droevig, wij moeten ervoor bidden, wij moeten onze stem laten horen, maar ik blijf positief. Ik zal uitzien naar mijn Heer. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. En nu gaan we naar een heel merkwaardig Bijbelboek dat al heel vroeg in de Bijbel gegeven wordt aan ons, als het gaat om enkele principes in de samenleving. Deuteronomium. En daar hoop ik dan de komende tijd eens wat meer met u over te delen. Boek Deuteronomium. Oude Testament. Laatste Bijbelboek van de Tora, zoals men dat vaak zegt. Dan lezen we de eerste 5 versen. Mij is het bladzijde 204, maar het zal misschien nog niet anders zijn. Er staat boven een terugblik van Mozes. Dit zijn de woorden die Mozes tot geheel Israël gesproken heeft aan de overzijde van de Jordaan, in de woestijn, in de vlakte,
tegenover Soef, tussen Paran, Dofel, Laban, Geesrot, Diazab. 11 dagreizen is het van de Horeb in de richting van het gebergte Seir tot Kades Barnea. In het 40ste jaar nu, in de 11e maand, op de eerste der maand heeft Mozes tot de Israëlieten gesproken, overeenkomstig alles wat hem de Heere ten aanzien van hen geboden had. Nadat hij Sichon, de koning der Amorieten, die in Gesbon woonde, en Och, de koning van Bazan, die in Astaroth woonde, bij Edrei verslagen had, aan de overzijde van de Jordaan, in het land van Moab, begon Mozes deze wet te ontvouwen en hij zeide. Let op, Mozes begon daar het leraarschap te beoefenen. Broeders en zusters, stelt u nou eens het volgende scenario voor. Je bent 119 jaar en 11 maanden oud. Dat is heel wat. Af en toe hoor je nog wel eens een mens dat hij die leeftijd bereikt. Je bent 119 jaar en 11 maanden oud en je weet, ik heb nog maar een maand te leven. Het einde van mijn leven is in zicht. Want we hebben het hier over Mozes, hij is ongeveer 120 jaar is hij geworden. Dus je bent 119 jaar, 11 maanden oud en je weet, ik heb nog maar een maand te leven. Het einde van mijn leven is in zicht. Je hoop is verschillende keren de grond ingeboord. God heeft je laten weten dat je het land waar je het volk 40 jaar lang naartoe hebt geleid, niet zult binnengaan. Dat is een grote teleurstelling voor Mozes. Het volk dat je hebt geleid heeft jou herhaaldelijk bekritiseerd. Let wel, niet op handen gedragen, maar bekritiseerd. Je zus en je broer zijn je ontvallen, zijn gestorven. En je weet dat geen van je twee kinderen, Gershom en Eliezer, je zal opvolgen. Je leven lijkt tragisch te eindigen. Je bestemming heb je niet bereikt. Je doelen heb je niet kunnen verwezenlijken. En dan komt de vraag, wat doe je dan? Nou, we kunnen ons als mens allerlei reacties voorstellen. Je kunt wegzinken in verdriet. Je kunt mijmeren over wat je allemaal had kunnen bereiken als je in je leven een andere afslag had genomen. Heb ik zelf nog wel eens dat je denkt terug aan je leven en denkt, nou ja, had ik dat niet anders moeten doen? Dat is allemaal nakaarten. Je kunt God blijven smeken om van gedachten te veranderen, om je toch de Jordaan te laten overgaan. Je kunt je herinneren aan goede tijd ophalen. Eens vroeger, ja, toen was het allemaal zo mooi. Toen het volk een lied zong bij de Rietzee. Toen die prachtige tabernakel werd gebouwd. En de geweldige ervaring rond de berg Sinaï. Hoe God zich op een machtige wijze openbaarde. Al deze reacties zouden heel begrijpelijk en heel menselijk zijn geweest. Maar broeders en zusters, wij lezen hier van Mozes niets van dat alles. Maar dan ook niets. Mozes deed niets. Maar wat deed hij wel? Wat deed hij wel? Wat hij wel deed, dat veranderde de verloop van de geschiedenis van het volk Israël. Een maand lang, let wel, Mozes, toen hij geroepen werd, toen zei hij tegen de Heer, ja, maar ik ben niet een mens van woorden, ik kan niet spreken. Nou, zei God, dan heb ik je broer nog, die gaat je wel vertalen, gaat je wel helpen. En nu lezen we dat hij een maand lang, elke dag,
gaat hij het volk onderwijzen. Als je spreekt hoe of het leven kan veranderen. Hè? God iets moois nog aan het einde van je leven kan doen. Een maand lang riep Mozes het volk bijeen aan de overkant van de Jordaan. En we hebben gelezen, hij begon de wet te ontvouwen. Hij begon het volk te onderwijzen. Hij gaf ze instructies mee. En vooral instructies waar een samenleving op behoort gebouwd te worden. Niet alleen Israël, maar het is ook een boek voor ons vandaag. Als ik denk aan de broeders die op een of andere manier nog een maatschappelijke functie hebben, dan zou ik zeggen, bestudeer het boek Deuteronomium. Je hoort het straks. De toespraken of onderwijs of preken vormen de kern van het boek Deuteronomium. Ze zijn buitengewoon gevarieerd en bestrijken verhalen over het verleden, over profetieën, over waarschuwingen, over de toekomst, over de wetten, over liederen, over zegeningen, over vervloekingen. Komt allemaal terug in dat ene boek Deuteronomium. Preken, onderwijs betekenen niet alleen voor Israël toen, maar ook voor ons als mens vandaag. Een fundamentele visie om wat het betekent om een heilig volk te zijn. Zoals onze broeder Heidse vanmorgen nog heel actueel 2024 bad. Laat ons heilig zijn in ons doen en laten. Nou, dat heb je hier, boek Deuteronomium. Dat we een heilig volk mogen zijn dat toegewijd is aan God. Een volk dat een samenleving opbouwt die voor de gehele mensheid als rolmodel zal dienen. Want let erop, als Deuteronomie spreekt, dan spreekt hij niet in de ik-vorm. Maar God heeft een samenleving bedoeld in de wij-vorm. Wij behoren bij elkaar. We zijn niet alleen maar individuen. God heeft ons als een volk, als een eenheid gezien. Nou, dat is vandaag helemaal zoek. Vandaag helemaal zoek. De kinderen van Bea, die waren een paar weken bij ons thuis. En op een gegeven moment kregen we een berichtje. Wat is het toch hier stil? Je ziet niemand, je hoort niemand. Niemand spreekt je eens toe. Ze liepen even door het park. We hebben in Kampen een prachtig mooi park. En toen zei Arnold, die zei op een gegeven moment goedemiddag of goedemorgen. Kijk, je verbaasd op, wat is dit? Goedemiddag, goedemorgen, wat is dat? Elkaars groeten, wat is dat? Dat is heel normaal. Een samenleving waarop broeders en zusters, een samenleving waarop zaken als vrijheid, orde, rechtvaardigheid, mededogen, individuele waardigheid en collectieve verantwoordelijkheid hand in hand behoren te gaan. Zo heeft God het bedoeld, duizenden jaren geleden. En voor vandaag nog steeds hoogst actueel. We kunnen dus zeggen, wil je weten wat Gods bedoeling is voor een goede en een leefbare samenleving? Lees het boek Deuteronomium. Ik hoop het in de komende tijd met u te delen. Maar wat zien en leren we? God is begonnen, als je Genesis 1 leest, over orde, over harmonie. Ik heb eens een preek gehouden, als u wil weten wie God is, lees Genesis 1. Alleen maar Genesis 1. Dan weet je exact wie God is. Hoe hij het allemaal zo prachtig, ordelijk en harmonieus heeft geschapen. Maar wij als mens, ik spreek maar in de wijvorm. God is begonnen om te scheppen orde en harmonie, maar de mens maakt er al snel chaos en slavernij van. Want vrijheid zonder orde staat gelijk aan chaos. Orde zonder vrijheid staat gelijk aan slavernij. Een voorbeeld. Waarom spreken de mensen in Zuid-Amerika Spaans of Portugees? Omdat Spanje en Portugal in het verleden hun macht en invloed hebben laten gelden en hun eigen heerschappij hebben willen laten gelden. En dat is nog maar één voorbeeld. Ik ben eens in Bolivia geweest
En toen zei de dikke Theresa tegen ons, ga maar eens mee naar een klein dorp. We gingen een paar uur rijden, want dat was al ver weg. In een klein dorpje, oog in de bergen. En toen brachten ze ons naar een standbeeld. Waar we op een gegeven moment in het verleden mee te maken heeft gehad. En dat was een grote soldaat met een zwaard en een hart dat onder het bloed zat, had hij in zijn handen. En daaronder lag een mens. Hij had het hart, had hij levendig uit het mens gehaald, met bloed aan zijn handen. Dat spreekt over de onderdrukking en de vijandschap die toen jaren geleden in Bolivia had geheerst. Ik heb ook laten vertellen dat de Bolivianen ook lijden aan een minderwaardigheidscomplex, doordat ze alle oorlogen hebben verloren. Waarom spreken de mensen in Zuid-Amerika Spaans of Portugees? Omdat Spanje en Portugal in het verleden hun macht en invloed hebben laten gelden en hun eigen heerschappij hebben willen laten gelden. Dat is nog maar een voorbeeld, maar we kunnen talrijke bijvoegen. Waar wereldrijken dictators hun invloed willen uitoefenen, het gaat altijd ten koste van cultuur, taal, traditie en religie. Maar in Deuteronomium, broeders en zusters, het onderwijs van Mozes dat leert ons dat God een samenleving wil waarop zaken als vrijheid, let wel geen losbandigheid of slavernij, maar waar orde is en harmonie, waar rechtvaardigheid is, waar mededogen is, waar barmhartigheid is, waar individuele waardigheid is en collectieve verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan. Zo wil God een samenleving zien. Vandaar als landen, let op, vandaar dat landen als Schotland, Engeland, Genève en vooral Calvinistische gebieden en streken een sterke samenleving hebben gebouwd en ontwikkeld, dat dezelfde morele opvattingen heeft die we kunnen vinden in de boek Deuteronomium. Maar wat zien we vandaag? Man en vrouw zijn, moederschap, ethiek, noem het maar op, korte lontjes, weinig respect voor elkaar, weinig verdraagzaamheid, weinig of geen vertrouwen. Ik geef niet zo snel een zucht, want ik ben best wel een optimistisch mens. Maar ondanks zei ik tegen BA, als we weer opnieuw verkiezingen krijgen, ik zou het echt niet weten. Waarom moet ik? Ik geef eerlijk toe, ik heb de laatste keer strategisch gekozen, maar er blijft voor mij nog maar één partij over, denk ik, maar ik zou het echt niet weten. Vertrouwen ook in onze regering, het is zo gedaald, zo teleurgesteld. Het gaat allemaal zo moeizaam, allemaal spelletjes die gespeeld worden, je weet het soms niet meer. Lieve mensen, maar Mozes, de laatste dagen van zijn leven, wat hij deed, dat was de Torah ontvouwen voor zijn volk. Dat is wat Mozes deed. Maar broeders en zusters, er is nog iets in het leven van Mozes. Daar, tegen het eind van zijn leven, maakt hij nog een grote carrière-switch. Om te spreken over het is nooit te laat om een carrière-switch te maken. Want hij veranderde zijn relatie met het volk. Mozes werd niet langer, de laatste dagen van zijn leven, de wetgever, de wonderdoener, de bemiddelaar tussen God en mensen, maar hij werd leraar. Leraar, onderwijzer. Een maand lang, elke dag het volk samenroepen en spreken tot het volk onderwijzen. Hij werd leraar. Hij begon Gods wet en Gods plannen uit te leggen, te ontvouwen. Weet wel dat het werkwoord dat in Hebreeën, dat in Deuteronomium wordt gebruikt, dat komen we eigenlijk alleen nog maar in Deuteronomium tegen. Mozes werd in zijn laatste dagen van zijn leven leraar. Want de thema's in Deuteronomium, dat zijn luisteren, horen. Luisteren, horen,
liefhebben. Komt 23 maal voor in het boek Deuteronomium. Liefhebben. En zaken als herinneren, niet vergeten, dat zijn de belangrijke thema's. Luisteren, horen, liefhebben. Herinneren, niet vergeten. Mozes wist, lichamelijk zal ik straks niet meer aanwezig zijn. Maar intellectueel, emotioneel zal ik meegaan door middel van mijn onderwijs. Lichamelijk zal ik er niet meer zijn, maar mijn woorden, mijn onderwijzing gaat mee over de Jordaan, de toekomst in en beloofde land binnen. Vandaar dat we Mozes weer zien als een held, maar dan in de vorm van een leraar. Mozes wist, voor militairen op het slagveld is belangrijk moed, moreel, spirit. Maar niet alleen vechten, maar spirituele overwinning, dat verandert levens. Broeders en zusters, voor militairen is belangrijk moed, moreel en spirit. Maar ook voor ons als geestelijke mensen is spirituele overwinning belangrijk. Dat verandert levens. Gemakkelijk om zo godswijze en godswijze mensen in deze vorm van samenleving te zijn? Nee, niet altijd makkelijk. Vroeger werd al gezegd, doodgaan is makkelijk, maar leven is lastiger. Mozes wist, ik wil een leraar zijn aan het eind van mijn leven. Maar het volk moet ook leraar worden. Mozes niet alleen leraar, maar hij wil ook dat het volk leraar wordt. Vandaar ook dat we heel vaak lezen in Deuteronomium, bijvoorbeeld, alleen neemt u voor in acht en hoedt u terdege voor dat gij deze dingen, die gij met uw eigen ogen hebt gezien, niet vergeet, dat ze je niet uit uw hart ontwijken, zolang gij leeft, en maak het uw kinderen en kindskinderen bekend. En dan heb ik nog maar één tekst genoemd, maar daar komt talloze malen voor. Mozes zegt tegen zijn volk, ik wil een leraar zijn aan het eind van mijn leven. Maar jullie moeten ook leraar worden. Luister naar datgene wat ik jullie meegeef. Maar geef het door aan je kinderen. Geef het door aan je kleinkinderen. En daarom, broers en zusters, is het voor ons ook als ouders een plicht om het onze kinderen mee te geven. Om ook onze kleinkinderen mee te geven. En dat hoeft niet altijd met preken of met woorden. Het kan ook door middel van ons gebed. Dat vind ik altijd zo'n zegen, dat ik elke maandag samen met Bea, dat we allen die ons lief zijn, bij de Heer mogen neerleggen. De meeste van ons zijn allemaal volwassen. Ze hebben geen invloed meer op ze. Ze leven een eigen leven. Maar we mogen het biddend meegeven. En dat wilde ook Mozes. Dat zij, hij niet alleen leraar, maar dat ook zijn volk leraars zouden zijn. Broeders en zusters, Mozes had gezien dat zijn ervaringen heel begrijpelijk en heel menselijk kunnen zijn. Wegzinken in verdriet had heel gemakkelijk voor Mozes gekund. Mijmeren over wat hij allemaal had kunnen bereiken als hij in zijn leven een andere afslag had genomen, had heel begrijpelijk geweest. Hij had God kunnen blijven smeken, Heer, verander toch van gedachten en laat me meegaan met mijn volk het beloofde land in. Ik heb 40 jaren met ze gesjouwd. Nee, niets van de dans. Hij had gemakkelijk herinneringen aan de goede oude tijd kunnen ophalen. Oh ja, die mooie liederen zingende daar aan de Rietzee. Ja, die geweldige ervaring op de Sinaï. Niets van de dans. Hij zonk niet weg in verdriet of in negativiteit. Niets van de dans. Nee, zijn lichaam ging niet mee met zijn volk toen het land binnentrok. Het beloofde land overvloeide van melk en honing. Nee, zijn zonen zouden hem niet opvolgen. Maar wat ging wel mee? Zijn lessen. Zijn voorbeeld. Zijn onderwijzing. De laatste weken van zijn leven ga
gaf hij het volk nog de lessen van God mee. Nee, geen grote piramides, zoals de farao's, maar leerhuizen, scholen, onderwijs. Onderwijs voor een samenleving, zoals God het heeft bedoeld. Vrijheid, orde, harmonie, rechtvaardigheid, mededogen, barmhartigheid, individuele waardigheid, collectieve verantwoordelijkheid. Wij samen zijn Nederlanders. Niet alleen ik, maar wij samen zijn een volk die door God hier geplaatst is om er iets moois van te maken. Niet om het te laten eindigen in een grote wanhopende toestand, in grote chaos, maar om er samen een mooie samenleving van te maken. En denk erom, ik las gisteren in Elsevier, wij behoren bij de drie rijkste landen. Wat dat betreft hebben we nog niet te klagen. We zijn bevoorrecht, broeders en zusters. Maar als je kijkt om je heen, gebeurt het toch allemaal? Lieve mensen, we zijn geroepen om een samenleving te zijn zoals God het heeft bedoeld. Niet alleen voor Israël, nee, ook voor ons hier in Nederland, in de wereld, anno 2024, om ons heen. Ik wil eindigen met het slot van Micha en die paar dingen uit Johannes 20. U zegt misschien, wat bedoelt u nou eigenlijk met dat uit Johannes 20, Didymus? Nou, broers en zusters, we weten allemaal wat Thomas betekent. Dat is ons wel bekend. Ongelovige Thomas. Maar Didymus betekent tweeling. En dan weten we eigenlijk niet wie nou die tweeling is geweest. Welke tweelingbroer of tweelingzus Thomas heeft gehad. Maar weet je wat ik wel weet? Ik ben wel eens die tweeling geweest. En misschien nu niet. Maar ik heb vele malen moeten belijden, Heer, vergeef mijn ongeloof. Ik heb u vaak niet vertrouwd. Ik heb in veel gevallen wel eens te weinig vertrouwen gehad. Dan voelde ik mij een tweeling, net als Thomas. Dat, in dat opzicht, ben ik een tweeling. En dan nu die achtste dag. Is dat nou zomaar een gegeven? Wij kennen die achtste dag niet. Bij ons houdt het met zeven op. Maar het is toch niet zomaar dat er gesproken wordt dat de Heer Jezus verschijnt daar bij zijn discipelen. En met name bij Thomas op de achtste dag. De achtste dag, broeders en zusters, is een teken van een nieuw begin. Is een teken van een nieuwe wereld. Is een teken van hoop. Is een teken van toekomst. Vandaar dat ik ook dat gelezen heb in Micha. Micha die schildert daar een samenleving dat hij zegt, ik weet het niet, waar gaat het toch allemaal naartoe? Ik weet het echt niet meer op wie ik of wat ik stemmen moet, wie ik vertrouwen kan. Zelfs degene die aan mijn boezem ligt. Als het gaat om relaties, allemaal verstoord, wanhopelijk. Men eet elkaar op, men lijkt er wel kannibalen, allemaal met korte lontjes. Ik weet het niet. Maar Micha zegt, ik ga er niet bij zitten. Ik zal uitzien naar de Heer. En ik zal hopen. En broeders en zusters, dat hoop ik voor ons allen. Laten wij blijven hopen. Laten we blijven vertrouwen. Laten we het goede voorbeeld geven. Er valt niet altijd mee. Maar met Gods hulp en met Gods kracht is het mogelijk om zelfs de buurman goed te behandelen. Ik wil eindigen nog met een klein voorbeeldje. We kwamen thuis en toen liep Bea even door de achtertuin. En toen wij het huis kochten, toen hadden we op een gegeven moment veel bamboe in de achtertuin. Nou, dat is nogal wat hoor, bamboe. En toen zei ik bij, ja, dat moeten we toch zien weg te halen. Nou, we gaan er maar aan beginnen, dan krijg je niet zomaar weg hoor. Dus uiteindelijk hebben we met wat hulp hebben die bamboe eruit gekregen. Maar nou heeft onze buurman, die heeft nog veel van die bamboe. Dus bij had die door de tuin en wel rempel. Ja. Al die bamboe, die kwam weer bij ons in die achtertuin. Nou zegt bij, ja, dan moeten we dan toch maar even met de buurman overleggen. Nou ja, die weet vaak hoe dat is, hè, met buurman. Nou, zei Bea op een gegeven moment, ik vind het wel een beetje moeilijk, een beetje lastig. Nou, ik zei,
zegt, dan ga ik wel even doen. Dus ik liep naar de buurman en ik denk, weet je wat, ik ga mijn naam gebruiken. Mijn naam. Ik zei, buurman, ik belde aan, nou, ik kwam direct en zei, lieve man, hoor. Ik zei, buurman, hoe gaat het met u? Nou, hij zegt, bij mij gaat het goed en nou, even een klein praatje. Ik zei, buurman, dan kom ik even voor een ander dingetje. Ik zeg, nou heet ik Piet. Ja, zegt hij. Ik zeg, maar nou wil deze Piet, wil geen zeurpiet worden. Ja, zegt hij. Ja, nou dat zou ik natuurlijk nooit zeggen, zeker niet als hij bij stond. Nou ja, dat lijkt me ook wel wijs. Ja, ik zeg, maar ja, ik begrijp het ook wel. Maar ik hoop niet dat ik nou een zeurpiet word. Ik zeg, maar ja, buurman, maar we hebben het al even met die bamboe in al die toestand. Buurman, daar gaan we wat aan doen. Ik dacht onderweg, hoe ga ik het nou even aanpakken? Ik denk, weet je wat? Ik ga gewoon mijn naam gebruiken. Piet, wees geen zeurpiet. Nou, ga zo met je buurman en je buurvrouw om. Ja. Maar ik heb je wel eens verteld, ik heb een oudster gehad. Die wilde zijn aanbouw. En die buurman deed een beetje lastig. Nou, dat was zo'n ding. Dat hij had op een gegeven moment vroeger tijdens een broedersvergadering. Broeders, zouden jullie eerst voor me willen bieden? Want ik heb wat problemen met mijn buurman. Nou, ja. Dus broeders en zusters. Leef met je broeders en zusters. Leef met alle die je lief zijn in vrede. En in goede orde. En blijf uitzien naar een nieuwe toekomst. Een nieuwe dag. Het is van de dag. Nou, we hebben gehoord in Israël. Maar broeders en zusters. Ik zal niet zeggen dat alles wat is, maar Netanjahu zei, wij met Gods hulp. En vanmorgen deed ik even een appje naar mijn zoon. Het schild van Adonai heeft goed gewerkt. Amen. Oké, nou zeurpiet. Nee, die vergeet ik niet. Nou, hoop ik dat ik voor Bea ook geen zeurpiet ben. Dat vragen wij straks Bea. Vraag het aan Bea. Het laatste lied was zo enthousiast ontvangen dat zelfs Dirk, die was helemaal fan van me geworden. Nou, ik heb deze keer geen lied, maar ik wil niet elke keer een lied zingen. Maar ik heb wel weer een heel mooi lied. Nou, echt, dat is echt waar. Het is een heel mooi lied. Dus dat hoop ik vandaag morgen ook weer te zingen. Ja, echt heel goed. Dus Dirk. Ja, wil je weten wie je man is, vraag het aan je vrouw. Ja, ik zou zeggen dat je een nou, ik heb een lied uitgekozen. Die sluit zo mooi aan. Want wees blij, want hij, koning Jezus, de hoop, de vrede woont in ons. Hij leeft, zijn geest is in ons. Sta op, o machtig leger. Hij regeert. Is dat mooi of is dat mooi? Dan gaan we het zingen met voorborst. Thank you.
Vader in de hemel, zo willen wij u hartelijk danken. Dat we ook aan het einde van deze dienst, Heer, mogen weten dat u met ons meegaat. Ook in de situatie, in de omstandigheden waarin we ons bevinden. Misschien voor de een wat beter dan voor de ander. Maar Heer, u wilt altijd ons helpen en bijstaan. Heer, wilt u met ons meegaan ook als we de komende week weer de wereld ingaan, op wat voor wijze dan ook. En geef dat we hier uw licht mogen uitdragen. In hoop, in verwachting, in liefde, in verdraagzaamheid. Help ons, Heer, om al zeker als kinderen van u een voorbeeld te zijn. Zoals u het oorspronkelijk hebt bedoeld. Heer, voor mens en samenleving. Voor de regeringen, voor hen die hooggeplaatst zijn. Verantwoordelijk voor ons zijn en ons doen en laten. Heer, wij bidden en we dragen hen ook van harte. Dragen ze aan u op. Heer, ga zo met ons mee. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Totdat Jezus komt met grote macht en heerlijkheid. Maranatha, Jezus komt. Amen. Dank jullie wel. Nou, we gaan naar de slotlied zingen in Gods overwinning. Halleluja. Nu weer de strijd, hè? We hebben één collecte. En ik weet niet wat. Els, wil jij misschien de collecte ophalen? Heel fijn. In Gods overwinning. Thank you.
Soms kijkt het helemaal niet uit, dus zo blij ben ik. Mooi. Ik ben een overgrootmoeder geworden. Voor een meisje. 8 pond is ze. Ik weet de naam nog niet helemaal. Maar dus tot de tweede naam is Evan. Dus dat betekent engel. Mooi. Moeder en kind, alles goed. De vader ook, alleen wat in de nachten. Ja. Maar ik hoop van een week naartoe te gaan. En dan heb ik de dag weer houden. Ik zie er allemaal uit om die kleine spruit even in mijn armen. Maar wat is God goed? Wat is hij goed? Zo'n kleine spruit die weer op een week komt. En dat je daar als moeder, als overgrootmoeder, wat over praten. Ik moet er wel op wennen, want ik zie niet een keer in de spiegel en denk ik, oeh, ben ik zo oud? Maar in ieder geval, ik hoop ook, en het mooiste is, God is daar. God is daar in dat gezin. Het is een fijn, fijn. Hè, zie, om daar te mogen over praten. Zo, de valken hebben doorgegeven en nu is er een schuit met muisjes.